Ja. Ja. Ik zit er al vol van in ieder geval. Ik heb... maar ja, zo'n stuk kan bijgegeven, denk ik. Daar zit ik helemaal naar hem te kijken. Dit is Zaterdagmatinee met uw centrale presentatie. Dat horen we wel. Ja, en we zijn weer terug in dit programma van Zaterdagmatinee. Aan tafel Jean Corvus en Tijan, zijn dokter. En ja, die heeft wat te vertellen. Want, ik kreeg het mailtje binnen van Jean. En die zei van wat, ik wil wel speciaal zo. Want mijn dochter die heeft een plaat geschreven, een tekst geschreven. En die, ja, daar wil ze wat mee gaan doen. En dat gaan we dan ook doen nu. Jean, wat is er eigenlijk gebeurd? Want in het leven van Jean en in de wereld van Jean en jouw muziek, wat heeft jouw dochter gedaan? Ze gaat het eigenlijk net zo goed zelf vertellen, hè? Ja, het is natuurlijk voor haar haar primeur. Het liedje hebben we in feite samen in elkaar gezet, maar zij kwamen met de eerste regels van het lied in de tekst. En ze mag zelf even de titel noemen. Ja. Van mijn angsten bevrijd. Van mijn angsten bevrijd. Waar gaat de plaat over, Tijan? Nou ja, eigenlijk van iemand of ja, iets die ergens voor gestreden heeft. Ja? En die blij is dat die nou van de pijn en al het verdriet af is. Mm-hmm. En het idee om die plaat te maken, die plaat te schrijven, waar kwam dat vandaan dan? Heb je iets meegemaakt dan wat je geschokt heeft? Want ergens moet natuurlijk het idee vandaan komen van God, ik maak een plaat, ik ga dat doen. Ja, mijn vader die dat verhaal van mijn tante heeft verteld. En ja, ook gewoon, eigenlijk gewoon een beetje daaromheen geschreven. Ja, en dat raakte mij toch wel heel erg. Dus ja, toen dacht ik zo van, ja, misschien moet ik daar maar eens iets mee gaan doen of zo. Een tekst over schrijven. En de muziek heeft je toen je vader gemaakt? Eigenlijk wel. Mm-hmm. En we hebben zeg maar samen dan die tekst geschreven. Ja. Een van de eerste regels die ik hoorde, en wat ik net dus wilde vertellen, is met de hemel als doel schiet ik de maan en de sterren voorbij. Nou, die zin vind ik zo prachtig. Heeft eigenlijk al heel veel in zich om het hele lied duidelijk te maken eigenlijk. Mm-hmm. We hebben met z'n drietjes bij elkaar gezeten. Hè. Dus Jemij, mijn andere dochter, die heeft meegeschreven in die tekst. Ik heb mijn gitaar erbij gepakt. En uiteindelijk hebben we het eerste versje en het refrein vanuit vakantieadres. Onder het luifeltje van de caravan met een kaarsje aan hebben we op Facebook gegooid. En inmiddels is dat filmpje iets meer dan 5000 keer bekeken. Daar kwamen zoveel leuke reacties op. Ja, en toen zei ik, toen dat zo'n vaart liep in de eerste dag al eigenlijk, hadden we al bijna 1000 weergaven. En toen zei ik van nou, als het 2000 worden, want ik had het niet direct verwacht, als het er 2000 worden, gaan we dat liedje opnemen. Ja, en ineens meer dan 5000 weergaven. Dus dat was geweldig. En om het hier vandaag dan te lanceren, mijn grote vriend Ad Smits de primeur te gunnen, dat vind ik wel iets heel bijzonders. Want hier heb jij in de loop der jaren, 40, 45 jaar, DJ, toch heel wat bekende artiesten mogen ontvangen. Een duwtje in de rug gegeven, een richting gewezen. Nou, ik denk dat fantastisch is en... ik denk als dit liedje ergens op zijn plaats is, dan is dat hier. En daarnaast zit er ook nog een stukje emotioneel verhaaltje aan vast. Want ik las dat van uw vader. Ik kreeg dat natuurlijk mee op Facebook van uw vader. En die hele tekst, wat die dan voor ons betekent, kan die voor ieder andere individu natuurlijk ook betekenen. Maar ik moest aan u denken en ik denk dat past zo bij de omstandigheden van Ad nu, in zijn emotie, in het verwerken, in het verlies van zijn vader. Dus voor ons is het een eer dat we dat hier mogen doen. Ga je dit ook landelijk uitbrengen samen, dit lied? Of wat is de bedoeling? Dat je dat ook
serieus ook uit gaat brengen? Ja, het komt op een cd. Wat ja? mensen nog niet weten is dat wij een cd gaan maken. Dat zal dan gebeuren bij House of Sound van Royal. Ron van Ron Liberton. Met Telstar Music? Ja. Ja? Daar gaan we dat doen. En ja, we hebben natuurlijk heel veel zin in. En dan gaan we daar natuurlijk ook over wat groters mee doen. Kijk eens aan. Ja. Nou, ik zou zeggen van God, we hebben het hier in huis binnengekregen. Ja. Mijn techneut die heeft het al klaarstaan in elkaar. Nou, dan gaan we luisteren. Nou ja, God, Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Nou, we gaan gewoon even luisteren. Hoe heet het liedje? Nogmaals, want ik ben de laatste tijd heel erg vergeetachtig. Waarom dat er komt, weet ik ook niet. Het zal de leeftijd zijn, denk ik. De aankondiging geef ik aan mijn dochter, Tiso Kulp. Van mijn angsten bevrijd. Van mijn angsten bevrijd. Ja. Een beetje harder zetten, wij hem ook.